Esperanto is een taal die niet aan een bepaald ras of een volk is verbonden. Deze neutraal politieke taal kan gebruikt worden om internationaal beter te communiceren, vinden de voorstanders van Esperanto. In Nederland bestaat er een vereniging voor Esperanto-jongeren en zij zijn erg betrokken bij de Europese verkiezingen. Als Esperanto-jongeren zijn we vooral bij het taalprobleem van Europa betrokken. Er zijn nu heel veel landen en heel veel talen en heel veel talks nodig om Europa überhaupt te laten draaien. Wat heel veel kosten met zich meebrengt. 25 miljard begrepen wij. Wij vragen als Esperanto-jongeren vooral aandacht voor de taalproblematiek in het algemeen. Maar we bieden ook onze oplossing Esperanto aan als makkelijke te leren politiek neutrale taal. Esperanto is moeilijk in te voeren in Europa, ondanks allerlei goed bedoelde initiatieven. Er zijn ook al een aantal pogingen gedaan om het van hogerop, vanuit de VN of vanuit de Volkenbond, door te voeren. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. En we proberen dat er misschien via het Europees Parlement iets bereikt kan worden. Want het is nog steeds een goed alternatief. De taal is niet populair bij het grote publiek. En dus doen jongeren hun best het Esperanto-evangelie door heel Europa te verspreiden. Wat we wel vooral doen is jongeren stimuleren om te gaan reizen en vooral ook Europa te verkennen. En dat gaat de meeste Esperanto-sprekers die cruisen de hele wereld rond, om zo maar te zeggen, om met andere jongeren Esperanto te spreken. En dat is, de wereld wordt daar heel leuk van. De Europese verkiezingen zijn de ideale manier voor de jonge Esperantisten om hun taal op de kaart te zetten. Er zijn in ieder geval twee landen in de Europese Unie waar ook echt op een partij kan worden gestemd die Esperanto in het programma heeft staan. Dat is echt een partij van Esperantisten. Dat is zowel in Frankrijk als in Duitsland doen die mee. Als er nu in die landen een resultaat kan worden behaald, is waarschijnlijk de kans groter dat over 5 jaar ook in Nederland kan worden meegedaan aan met die lijst. Je hebt in Duitsland en in Frankrijk heb je Ede, een Esperanto-partij die vooral voor meer democratie in Europa zijn, maar dus ook pleiten voor een gezamenlijke Europese taal. En in Nederland zou ik zeggen de meeste pro-Europa-partijen. Volgens mij komen we dan bij D66 uit. Povas esti samtempe simpla kaj riĉa, sed estas tie.